Je privacy is heel belangrijk, want voor je het weet ligt al je informatie op straat. Ik ben Luc en in deze aflevering ga ik jou laten zien wat privacy en 5G met elkaar te maken hebben. Heel Nederland bereidt zich voor op de komst van 5G. Je hebt mensen die het liever zien gaan dan komen, je hebt fans die niet kunnen wachten en er zijn mensen die nog heel veel vragen hebben. In deze serie rijd ik door het hele land om die vragen te beantwoorden. En deze week komt een vraag van... Hey Luc. Hoi, jij hebt een vraag over 5G. Hoe betrouwbaar is 5G eigenlijk? Via 5G kunnen we steeds meer apparaten aan elkaar verbinden, kunnen we steeds meer data versturen en met hogere snelheden. Maar is dit wel veilig en wat betekent het voor onze privacy? Tijmen. Hey. Hoi, jij bent ethisch hacker. Ja. En wat is dat precies? Ja, wat ik doe is, met toestemming van bedrijven en overheidsinstellingen word ik uitgenodigd om bij deze instellingen te kijken of ik kan inbreken. Ja, en als jij dat niet vindt, dan kan een bedrijf daar wat aan doen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. En zou jij mij nu kunnen hacken? Een soort van testcase? Ik heb eigenlijk alleen je e-mailadres nodig. Oké, @live.nl. Zoek dit nu op in een bepaalde compilatie van datalekken en dan kijk ik of jouw data daartussen staat. Moment van de waarheid. Nou ja, nee, ja, niet gevonden. Dat is toch wel echt een meevaller voor jou. Maar hoeveel heb je ongeveer in dit bestand? Je moet rekening houden met dat hackers data hebben van soms over 1 miljard unieke e-mailadressen. De kans dat je ertussen staat is vrij aanwezig. Ja, klopt. En wat zijn goede tips om hun eigen privacy te beschermen, zeg maar? Ik adviseer echt zo sterk een unieke wachtwoorden, een wachtwoordmanager. En wat echt heel goed werkt is tweetrapsverificatie. Wat wordt nu een soort van het extra gevaar met 5G voor hacken? Kijk, 5G is weer een veiligere technologie dan 4G. Het is nieuwer, er is beter nagedacht over alle versleutelingsopties. Als we het gaan hebben over privacy, ja, dan is je privacy op netwerkniveau van de infrastructuur wel beter beveiligd. Ja. Alleen, 5G gaat een enorm enabler zijn voor allerlei nieuwe toepassingen. En die gaan heel veel data over iedereen en alles verzamelen. Dus we gaan daardoor, schat ik in, wel meer datalekken zien. Als je gehackt bent en je hebt een datalek, dan is je data ook zo in één keer geüpload. Ondanks dat 5G dus veiliger is dan 4G, is het nog altijd belangrijk om je eigen privacy goed te bewaken. Want je kan nog altijd gehackt worden. Maar moeten we ons ook zorgen maken op nationaal niveau? Danny, fijn dat we even kunnen videobellen. Jij zit in Kroatië, begreep ik? Dat klopt. Ja. Er zijn heel veel mensen die zich momenteel zorgen maken over 5G en privacy. In hoeverre zijn die zorgen terecht? Ja, het is een hele mooie nieuwe technologie die eraan komt. Maar ik snap wel dat mensen daar vraagtekens bij zetten. Maar je ziet dat mensen zich eigenlijk over twee dingen zorgen maken. Dat is aan de ene kant de straling. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Maar er is nog niet echt bewezen dat het een negatieve invloed heeft op ons als mens. En anderzijds privacy. Nou, dat is wel een beetje een ding, want tot nu toe als jij een apparaat in huis haalde met een internetverbinding, moest je die zelf verbinden met je wifi-netwerk. En 5G is zo snel en heeft zoveel capaciteit, dat je straks dus misschien een slimme tandenborstel in huis haalt, zonder dat je het weet, die zonder wifi-verbinding via 5G gewoon een internetverbinding ingebouwd heeft. En de overheid moet met wetgeving daar ook een rol in gaan spelen, dat je altijd zelf de controle houdt over welke apparaten wel of niet verbonden zijn met het internet en wel of niet persoonlijke gegevens van jou delen. Ja. Ja, en waar mensen zich ook dan zorgen over maken is echt het netwerk. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de ontwikkeling van nieuwe standaarden, dan zie je dat de verschillende bedrijven daarmee bezig zijn. En ja, mensen zijn dan bang van, ja, hoe zit het dan met overheidsinvloeden? Nou, daar zijn helemaal geen bewijzen voor op dit moment. Overal heb je wetten en regels waar overheden en bijvoorbeeld geheime diensten bepaalde bevoegdheden hebben. Ik denk dat wat je moet doen is er eigenlijk gewoon van uitgaan dat het per definitie niet 100% veilig is. Niets is 100% veilig. Er is geen enkele fabrikant die 100% veilige machines kan leveren. Je moet er altijd van uitgaan dat het misschien maximaal 99% veilig is. En andere dingen bedenken om toch voor veiligheid te zorgen. Als het bijvoorbeeld gaat om netwerken van mobiele telefonie, zou je bijvoorbeeld moeten kiezen voor verschillende fabrikanten. Privacy is dus een belangrijk onderwerp. Maar wat vindt Nederland hier eigenlijk van? Maak jij je wel eens zorgen over je privacy online? Nee, ik heb ook niet zoveel te verbergen. Ja, privacy kan je altijd zelf behouden, vind ik. Met je eigen wachtwoorden en het constant vernieuwen van die wachtwoorden. Ik ben niet zo bezorgd over privacy in 5G. Ik ben niet zo van de sociale media en de Instagram en dat soort dingen. Dus, maar vanuit gemak accepteer ik alle cookies en denk ik, is dat nou verstandig of niet? Nou, wat ik bijvoorbeeld wel zorgwekkend vind, is bijvoorbeeld als je ergens in geïnteresseerd bent en je gaat zoeken op onderwerp, dat je in één keer via een heel ander medium allerlei reclames ziet binnenkomen wat ermee te maken heeft. En
Ik ga er ook niet echt veilig mee om, moet ik zeggen. Oké. Dus je hebt ook één wachtwoord voor al je... Ik heb één wachtwoord en die weet ook iedereen. Ik denk dat alles wel gemonitord wordt. Want iedereen altijd wel meekijkt. Aan de andere kant denk ik ook van ja, hè, zolang je een goede burger bent, kan je ook niet heel veel overkomen. Dat is wel altijd mijn hoop in deze wereld. Dat ik denk van ja, doe het goede, dan trek je ook het goede aan. Veel mensen maken zich dus zorgen over hun privacy en 5G. Voor anderen is het totaal geen probleem. Voor Martijn Wiesmeijer bijvoorbeeld kan de technologische ontwikkeling niet snel genoeg gaan. Wat voor technologie hebben ze al hier in huis? Nou ja, los van Google speakers, humidifiers, cat eye, UVC-lampen, tandenborstelhouder natuurlijk, bewegingssensoren, deursensoren, raamsensoren, temperatuur binnen, buiten, op balkon. Nou, ik wil het eigenlijk wel even zien wat je... Ja, dat is goed echt. Kijk, kan geef me even een kleine tour. Echt, hey Google. Start cleaning the living room. Positioning. Met de laser, die maakt eigenlijk een kaart, een plattegrond van je woning. Ja, die scant waar die is, zeg maar. Ja, dan stuurt hij weliswaar allemaal door via internet. Dus qua privacy misschien niet zo geweldig. Je hebt zo'n Google-ding in je slaapkamer. Google weet precies wanneer je seks hebt, laat ik het zo zeggen. Ja. 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 Vind ik dat zo willen, maar... Kijk, in elke plant zit een kleine sensor, dat witte dingetje hier. Ja. Dit is dan de Hauwea-palm. Die heeft 8% water, 604 licht en 120 fertility, dus dat is voedingsstoffen. Maar Martijn, wat is dan de meerwaarde van 5G daarbij? 5G geeft gewoon meer ruimte voor meer apparaten. Je maakt je verder helemaal geen zorgen dat het feit dat jouw koelkast straks misschien een microfoontje heeft of de Google Assistant hier. Het is privacy die ik zelf in de hand heb. Ik heb bijvoorbeeld dus geen slimme meter. Ik ben banger voor een hacker die mijn elektriciteit op afstand kan uitzetten. Ja. En dat vind ik gewoon essentieel. Want ja, als ik geen elektra heb, dan doen mijn gadgets het niet meer. Dus ja. Dat is, kijk, die koelkast die kan ik wel weer opnieuw vullen. Moeten we ons nu zorgen maken over privacy en de veiligheid van het 5G-netwerk? De een maakt zich meer zorgen dan de ander. Maar wat vooral belangrijk is, is dat we kritischer naar blijven kijken. En bovenal moet iedereen zijn eigen privacy goed in de gaten blijven houden. Volgende week gaan we kijken of 5G invloed heeft op het milieu. Tot dan. Ze rennen bijna bij de muren omhoog. Er zijn mensen die zeggen het is door de straling. Ik werk bijvoorbeeld ook heel veel met zout om de straling buiten de stal te houden. Met zout? Met zout.